Goedenavond. Voor de zoveelste keer wordt een woonwijk in Antwerpen opgeschrikt door een nachtelijke ontploffing. De bewoners zijn het beu. Bordegroot is kapot. Ik zou niet keer de burgemeester zijn op toen blikken. Bordegroot zeggen, of andere algemeen, ik zou het zo zeggen. On a eu de la chance, on a eu des maisons qui ont été sauvées, mais après, vous voyez les catastrophes autour, là, là-bas. 10.000 mensen zijn geëvacueerd voor bosbranden niet ver van Bordeaux. Het vuur valt niet onder controle te brengen. Er komt wel internationale hulp. Willem van Mullum, jij bent ter plaatse geraakt. We luisteren zo dadelijk naar jouw ooggetuigenverslag. In Libanon houdt een man urenlang mensen gegijzeld in een bank. Niet dat hij geld wil stelen, hij wil zijn eigen spaargeld afhalen, wat al jaren niet mag, omdat er zware crisis is. En door het warme zeewater stoppen de mosselen met groeien. De klimaatverandering zal ons op termijn kleinere mosselen opleveren. Rustig slapen is de laatste tijd lastig in Antwerpen. Er was alweer een explosie afgelopen nacht, de vijfde sinds vorige week donderdag. Deze morgen was het in Borgerhout weer zover. Een knal rond 4 uur. Geen slachtoffers, gelukkig. Wel schade aan een huis en 2 geparkeerde auto's. Ook deze keer heel waarschijnlijk een afrekening tussen drugscriminelen, zoals er al tientallen geweest zijn de laatste maanden. Veel bewoners zijn bang en ze zijn het vooral grondig beu. Rond 4 uur vannacht weer klinkt een luide knal in de Ledegangstraat in Borgerhout. De voordeur van een woonhuis geraakt daarbij zwaar beschadigd. En de brokstukken treffen ook 2 auto's die vlakbij geparkeerd staan. De ontmijningsdienst Dovo komt ter plaatse, als ook het parket, om de nodige vaststellingen te doen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het opnieuw om aanslagen in het drugsmilieu. Voor de buurtbewoners was het uiteraard schrikken. Ik was aan het slapen en ik werd ineens wakker omdat ik een heel harde knal had gehoord. Maar ik wist niet dat dat in de straat gebeurde waar ik mijn auto heb geparkeerd. En vandaag, ja, ik moest snel naar mijn arts omdat ik een afspraak had. En ineens zie ik dat er een ontploffing is gebeurd en ik heb wat schade aan mijn auto. Het is het ene incident na het andere in Antwerpen. Afgelopen maandag en dinsdag waren er al 2 ontploffingen in Borgerhout, telkens in de Cronjeestraat. Vorige week vonden er ook 2 explosies plaats op het Zuid in Antwerpen en hier op de Turnhoutse baan in Deurne. In totaal waren er deze zomer al zeker 20 incidenten in Antwerpen. Voor Borgerhout is de maat vol en moet er dringend meer blauw op straat te zien zijn. Maar dat is een grote fout geweest dat er in het verleden beslissing is geweest om de wijkagentenwerking af te bouwen. Dus mensen moeten de wijkagent terugkennen, die moet terug in de straat ontlopen, te voet en op de fiets. Zodat er mensen vragen kunnen stellen, direct dingen kunnen melden en waar ze met hun bezorgdheden ook terecht kunnen. Want ook buurtbewoners in de getroffen buurten houden hun hart vast. En de angst zit er bij sommigen in. Het is zeker geen fijn gevoel. En je begint ook wel vragen te stellen. Van, is het hier nog veilig om te wonen, te blijven wonen? Zolang je geen drugs binnen zit, zal je binnen niks gebeuren. Zo op dat gebied. Hè. Maar s'nachts of s'avonds buiten komen, daar zit er niet meer in. En het houdt niet op. Hè. Hoe langer, hoe meer. Hè. Ik vind dat niet logisch. Dat een mens ongerust moet worden in zijn buurt. Ja, de geschiedenis blijft zich maar herhalen. Dag Gitte van Hooijwegen. Hoe zeker zijn we eigenlijk dat dit incident van afgelopen nacht dat ook het werk was van drugscriminelen? Ja, het parket wil daar voorlopig nog weinig uitspraken over doen. Het onderzoek loopt nog volop. Het is ook helemaal nog niet duidelijk wat voor soort explosief daar precies gebruikt is vannacht. Nu, de geruchtenmolen die draait ondertussen volop. En waar het bij andere gevallen misschien niet meteen duidelijk was of het drugsgerelateerd was, zou dat in dit geval toch wel zo zijn. Want ouders, de mensen die daar wonen, zijn de ouders van een man die blijkbaar heel erg bekend is in het drugsmilieu in Antwerpen. Dat koppel, die ouders, die waren momenteel op vakantie. Die waren dus niet thuis. Het is niet duidelijk of er andere mensen in het huis aanwezig waren. Maar dus dat het drugsgerelateerd is, is wel duidelijk in dit geval. In die Ledegangstraat trouwens is er ook een paar jaar geleden ook al eens een incident geweest met brandstichting in een aantal wagens. Dus het is een straat die wel bekend is in het milieu, Goedelen. Ja, en dan denk je, dat moet gestopt worden. Hè? Gitte, war on drugs, dat was het toch? Lijkt niet echt te lukken.
Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Hè. Hoe kan je dit stoppen? En iedereen wijst een beetje naar iedereen in dit verhaal. Je hoorde het al in het stuk in het district Borgerhout. Vragen ze toch echt wel terug wijkagenten op straat. Niet alleen wijkagenten, maar ook straathoekwerkers die veel beter de vinger aan de pols kunnen houden van wat er in de wijk aan de gang is. Daarbij kijken ze natuurlijk richting burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever. Die wilde vandaag niet voor de camera reageren. Wel schriftelijk. En daarin zegt hij, ik kan alleen maar herhalen wat ik de afgelopen tijd al zo vaak heb herhaald. Dat is dat het hier dweilen met de kraan open is. Dat het een ongelijke strijd is omdat we te weinig mensen en middelen hebben. En ik citeer even wat hij nog zei. De federale regering, hij kijkt dus naar die federale regering, vindt de georganiseerde misdaad geen prioriteit. En het is duidelijk dat de veiligheid van onze stad in Brussel niet van tel is. Hij kijkt dus richting federale regering, meer bepaald richting minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde. Ook zij kon of wilde niet reageren vandaag. Ook zij deed dat schriftelijk. En zij zegt, ja, wij pompen al heel veel geld in het bestrijden van die georganiseerde misdaad. Meer bepaald 310 miljoen euro extra deze legislatuur. We gaan ook 1000 nieuwe mensen aannemen, waarvan 400 bij de gerechtelijke politie. Dus we doen ook heel erg veel. Ze zegt ook dat haar minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, heel veel gedaan heeft om die parketten te versterken, zeker dat parket van Antwerpen. Maar ja, het lijkt alsof het allemaal dweilen met de kraan open blijft. Het is natuurlijk zo, zolang die vraag naar drugs blijft en zolang die toestroom vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen richting Europa, zolang dat blijft bestaan, blijft dit een fenomeen wat heel moeilijk te bestrijden is. Oké, moeilijke kwestie. Dank je wel, Gitte. We gaan er hier nog op door, want politici die wijzen dus nogal naar elkaar. Maar het is duidelijk niet makkelijk om die afrekeningen en die intimidaties binnen dat drugsmilieu te stoppen. We zijn bij enkele experts gaan aankloppen met de vraag wat er kan of wat er moet gebeuren. Drugscriminaliteit zoals deze zomer in Antwerpen gaat in golven. Daar zijn experts het over eens. Terug te brengen tot conflicten binnen rivaliserende drugsbendes. Dat kan verschillende insteken hebben en dat heeft mogelijkerwijze te maken hebben met het feit dat een partij cocaïne of een deel daarvan verdwenen is. En dan stelt zich de vraag, is die partij door de douane in beslag genomen of is die door een uithaalploeg gestolen? Als dat de redenen zullen zijn, dan zal men inderdaad met spierballen willen rollen en dan zal men inderdaad overgaan tot, zoals we moeten vaststellen, driest geweld. Drugsbendes zijn internationale en complexe organisaties. Dat bleek ook uit de grootschalige Sky ECC-operatie, waarbij de politie geheime boodschappen uit het milieu kon ontcijferen. Wat Sky ECC vooral duidelijk ook maakt, is het feit van kijk, we hebben een rijke bron aan informatie, maar we moeten ook de middelen hebben om al die informatie te gaan verwerken. Want we horen nu heel vaak dat politiediensten dat die een tekort hebben aan middelen, aan manschappen, aan expertise. En dat is zo. Dat kan ik niet genoeg benadrukken dat dat het geval is. De drugsorganisaties zelf zijn zeer groot. Een strijd met ongelijke wapens dus, die ook internationaal moet gevoerd worden. Je hebt enerzijds die smokkel vanuit Zuid-Amerika naar België en dan Nederland. En dat vraagt natuurlijk een internationale aanpak. Maar dan heb je ook alles wat gebeurt in de haven zelf en de druggerelateerde criminaliteit in de Antwerpse binnenstad en het geweld dat daaraan verbonden is. En dan is het inderdaad lokaal niveau en federaal niveau dat daarvoor verantwoordelijk zijn. Want het is meer dan enkel de criminaliteit op straat aanpakken. Uiteraard verspreidt de drugscriminaliteit zich uiteraard ook wel binnen bepaalde legale structuren die opgezet zijn en ook in de boventop van de maatschappij. Dus ik denk dat dat een zeer moeilijke strijd is om te voeren, omdat de drugscriminaliteit ook zeer vaak gepaard gaat met corruptie. Straks zien we Nina Derwaal in actie. Niet aan de brug met ongelijke leggers of op de mat, maar achter de Sportza-microfoon. Ze is co-commentator op de Europese Spelen in München. Maar eerst naar de Gironde in Zuidwest-Frankrijk. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd daar omdat bosbranden hun huizen bedreigen. Er zijn ook al woningen vernield en al bijna 7.000 hectare bos tot nu toe. Dag Willem van Mullum. Die bosbranden die zijn het verhaal van de zomer in Frankrijk. Het is nu alweer alle hens aan dek. Vertel eens, waar sta je? Wat heb je al gezien? Ik sta in Ostens en dit is eigenlijk de plek waar die brand dinsdag weer opflakkerde. Want vergeet niet, deze brand is eigenlijk een heropflakkering van een brand die al in juli woedde en die eigenlijk nooit goed onder controle gekregen is. Die altijd is blijven sluimeren. En waar sta ik hier? Ik sta hier in wat je toch een soort van crisisdorp kunt noemen, waar alle ordendiensten samenkomen, van waaruit ze opereren. Daar liggen brandweermannen te rusten, daar zitten ze te eten. De politie komt hier toe, staat een helikopter achter mij. Een komen en gaan van brandweerlui.
Maar ik moet je wel zeggen, de weg hierheen was toch wel een beetje bevreemdend. De grote snelweg hier naartoe, op het einde was die afgesloten, dus hebben we zo'n kleine wegen moeten nemen. En wat viel daarop? Links en rechts zwart geblakerde plekken, nog vuurtjes die smeulen, rook overal. En dan huizen tussendoor, die wel gespaard blijven, maar waar alle rolluiken naar beneden zijn, alle deuren dicht, ofwel omdat mensen geëvacueerd zijn, maar ook omdat ze natuurlijk de raad gekregen hebben om ramen en deuren gesloten te houden. Want hier hangt zo een soort van wit rooktapijt over. Het is hier bijzonder warm en dan hangt er nog zo'n dikke mist lijkt het over. Vandaag ging het vuur verder, verre van onder controle dus. Maar er zijn geen extra evacuaties moeten gebeuren. Al kan dat elk moment veranderen, zei de politie mij zo net. Maar laten we eens kijken naar een verslag dat gemaakt geweest is over hoe die evacuaties precies verliepen. In deze gemeente, op zo'n half uur van Bordeaux, moeten de burgers meteen vertrekken. Het vuur nadert. Prenez le minimum et puis traînez pas trop non plus. Oui, on va dépêcher. Voor dit gezin is het al de tweede keer in één maand tijd dat ze hun huis gedwongen moeten verlaten. Voor de kinderen moet je niet echt leur montrer non plus qu'on est inquiet, mais si forcément, puisque on sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer. Sinds dinsdag zijn al 17 huizen door de branden verwoest. We hebben de chance, we hebben de maisons. Qui ont été sauvés, mais après, bah, vous voyez les catastrophes autour, là, là-bas. Il y a des maisons qui n'ont pas pu être sauvées. Donc, voilà. C'est malheureux. Heel wat gevluchte mensen kunnen terecht op slaapplaatsen, zoals in deze sportzaal. Even slapen is ook nodig voor deze brandweerlui die de hele nacht geblust hebben. Intussen bereidt een andere ploeg zich voor om naar de frontlinie te trekken. En daar aan de frontlinie ziet de hel er zo uit. Dat het over hetzelfde getroffen gebied gaat als vorige maand, is volgens de brandweer geen toeval. Il est probable que le feu s'est propagé en souterrain et ensuite repris sur des zones qui étaient des zones encore vertes. Et à ce moment-là, le feu, en raison aussi de la sécheresse de la végétation et du taux d'humidité extrêmement bas, a repris très vite et a réenflammé les pins. De Fransen staan er straks niet helemaal alleen voor. Op vraag van de Franse regering sturen Duitsland, Griekenland, Roemenië, Oostenrijk en Polen extra mankracht. Na pewno będzie to trudna misja z uwagi na uwarunkowania terenowe, ale przede wszystkim na bardzo wysokie temperatury sięgające 40 kilku stopni Celsjusza. Będzie to wymagało od strażaków naprawdę ogromnego wysiłku i od ogromnej wytrwałości, żebyśmy podołali temu zadaniu. President Macron steekt via Twitter de slachtoffers een hart onder de riem. Redden wat er te redden valt en daarna heropbouwen. Niemand zal worden vergeten, aldus Macron. Ja, dat is voor later, Willem. Een groot probleem van die brand nu is blijkbaar de snelheid waarmee het vuur zich verspreidt. Hoe hard gaat het? Ik sprak daarnet eventjes met een brandweerman en die gaf me een update. Vandaag zitten ze aan 7500 hectare dat al in vlammen is opgegaan, dus sinds dinsdag. Maar ze waren vooral ontzettend verbaasd door de snelheid die eerste nacht, de nacht van dinsdag op woensdag. Want toen zeiden ze, toen ging er 5000 hectare in vlammen op. Hij zei, dat hebben we in onze archieven nergens teruggevonden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het hier zo droog is, dat die brand nooit helemaal is weggeraakt. En dat er eigenlijk, ja, dat de droogte hier enorm toeslaat. Er is hier allerlei activiteit achter mij. Je hoort het ook, de brandweermannen die maken zich klaar voor hun volgende shift. We hoorden het ook al in het verslag. Het is wel een beetje een hel daar, een beetje verderop. En daar zijn zij binnenkort weer naar op onderweg. Het zijn bijzonder moeilijke omstandigheden. Wij voelen al hoe warm het is. Ik wil me niet voorstellen hoe het daar voor hen is. Ja, moet vreselijk zijn. Wat ook in het verslag zat, was dat Macron alle steun belooft aan de slachtoffers, Willem. Maar hij is nog niet ter plekke geweest, hè? Hij is hier vorige maand al geweest, bij die eerste keer dat die branden hier hebben gewoed. Maar vandaag stuurde hij de premier, Elisabeth Borne. Zij was hier vandaag ook met de minister van Binnenlandse Zaken. Ze kwamen uiteraard hun solidariteit en dankbaarheid uitspreken voor de ordendiensten, voor de lokale politici, maar ook voor de mensen hier gewoon van de dorpen die nu voor elkaar zorgen, want je voelt dat er heel veel solidariteit is. Ze zei, we gaan alles weer opnieuw aanplanten, maar ze zei, nu gaan we eerst bestrijden en beschermen en dan zien we wel, maar we gaan er vooral ook wel hele goede lessen uit moeten trekken. Ze maakte uiteraard de link met de klimaatverandering en dat zo'n extreme omstandigheden in de toekomst alleen maar meer kunnen voorkomen en dat ze zich daarvoor moeten wapenen. Maar
dat zal voor later zijn. Nu zal het eerst zijn die brand bestrijden. De Fransen, maar gesteund ook door de Fransen, door de Polen, door de Roemenen, door de Oostenrijkers, Italianen. Er is heel veel solidariteit en er zal een massale opkomst nodig zijn van politiemensen om dit onder controle te krijgen. Ja, allen tegen het vuur, dat is duidelijk. Willem, dank je wel voor je verslag. En jawel, ook bij ons is het risico op natuurbranden ondertussen heel groot. Sinds deze morgen geldt in alle Vlaamse bossen en natuurgebieden code rood. Dat betekent dat de brandweer versterkt paraat staat en dat brandtorens in bossen en natuur zoveel mogelijk bemand worden. Op de Kalmthoutse Heide, een van de grootste natuurreservaten in Vlaanderen, houdt een ploeg vrijwilligers 12 uur per dag de wacht. En de boswachters die zijn extra alert. Zo dagelijk vandaag in die periode dat zo'n code rood wordt of brandgevaarlijker, ja, dat zijn natuurlijk spannendere periodes. Ja, prioriteit is dan vooral op het terrein zijn en zorgen dat er niks ernstigs voorvalt. Een grote verantwoordelijkheid dus voor boswachter Jeff de Winter. Niet alleen moet hij de heide in de gaten houden, maar ook de bezoekers. Die worden bij code rood afgeraden om naar bos- en natuurgebieden te gaan. Sowieso moeten we nu meer opletten. Sowieso dat de mensen zich een beetje nog meer gedragen dan anders. En dan denk ik vooral aan het rookverbod en het vuurverbod. Hè. Dus ja, zeker niet roken. Zeker ook geen open vuurkens maken. Wij zijn altijd voorzichtig. Wij zullen nooit roken. Wij roken dus niet. Dus wij gooien ook geen glazen flesjes weg of zo. Dus. Wij fietsen hier gewoon door. De heide is uitgestrekt, maar liefst 6000 hectare groot en ook compleet uitgedroogd. En dat maakt het gebied extra kwetsbaar voor brandgevaar. En ook de wind. De wind speelt ook een heel grote rol hierin. Het begint nu wel zo stilletjes te waaien. Ja, natuurlijk moest er nu brand ontstaan. Dat kan zeer snel zich vergroten tot zelfs een zeer onbeheersbare brand. Maar Jeff staat er niet alleen voor. Het is rustig, denk ik. Ja, het is rustig. Dat gaan we zo. Hij staat voortdurend in contact met een team brandtorenwachters. Vanuit de lucht zie je nog veel meer. Het voordeel is dat wij hier op 30 meter hoogte staan, dat we het hele domein kunnen waken. Dus boven de kruinen van de bomen kunnen kijken. Dus wij gaan kijken naar de rookontwikkeling en ook naar mogelijke brandhaarden. Omdat de droogte de komende dagen blijft aanhouden, roept Natuur en Bos iedereen op om zijn gezond verstand te gebruiken. In der Regel können die Schiffe, die hier unterwegs sind, schon 2,50 Meter oder auch bis zu 4,50 Meter abladen. Im Moment können sie halt nur 2 Meter abladen aufgrund der natürlichen Gegebenheiten. Das sind dann die entsprechenden Einschränkungen für die Schifffahrt. Ja, um te varen ist Wasser noodzakelijk uiteraard. En dat van de Rijn staat zo laag momenteel dat de binnenvaart gehinderd wordt. Al weken kunnen schepen maar met een beperkte lading varen. Vanaf morgen zou een klein stukje Rijn voor de meeste vrachtschepen zelfs totaal niet meer bevaarbaar zijn. En die Rijn nochtans is een van de langste rivieren in Europa en een echte economische slagader. Normaal heb je wel ruime meter onder het schip zitten, zeg maar. Maar nu heb je sommige stukken heb je gewoon 40 centimeter onder het schip. 50 tot 40 centimeter onder het schip. En dan is dat de uitdaging. Voor ons is dat de uitdaging om dat soort plekken overheen te gaan zonder te raken, zonder het schip te beschadigen. Zelfs voor een volleerd en ervaren schipper als Peter is varen op de Rijn deze zomer een uitdaging. Want het water staat laag, erg laag. Langs de oevers zie je overal strandjes ontstaan die normaal onder het Rijnwater liggen. En dus moeten schepen met beperkte lading varen om niet tegen de bodem te schuren. Wir haben ein Beispiel, Salzlieferungen aus Heilbronn kommen über den Neckar hier den Rhein runter an. Die Schiffe fassen 2200 Tonnen. Im Moment kommen die noch mit 600 Tonnen an. En vanaf morgen komt daar een hindernis bij, want tegen morgenmiddag zakt het waterpeil in Kaup. Zo diep dat varen op dat stukje Rijn tussen Kaup en Mainz voor de meeste schepen onmogelijk wordt. Daardoor worden de boven- en beneden Rijn voor de scheepvaart van elkaar gescheiden. Dat gebeurt al wel eens vaker, maar zelden zo vroeg op het jaar. Niedrig Wasser is schon een jährlich wiederkehrendes natürliches Phänomen. Normalerweise beginnen die Niedrigwasserphasen in der Regel so im Juli, August, können sich bis September, Oktober ziehen, dass man dann da die niedrigsten Wasserstände hat.
Aber wenn man das jetzt auch beispielsweise mal mit dem letzten Niedrigwasser in 2018 vergleicht, haben wir niedrigere Wasserstände als 2018 zur selben Zeit. Al hoeft het water niet per se zo diep te zakken als in 2018, want net als de Maas bij ons is de waterstand van de Rijn zeer neerslaggevoelig. Ja, veel van die schepen worden nu dus minder zwaar geladen om minder diepgang te hebben en zo de Rijn toch te kunnen bevaren. Maar dat weegt op de economie. Over de weg dan maar, zou je denken, maar dat lukt niet echt voor kolen, graan of andere bulkgoederen. En er zijn trouwens ook te weinig vrachtwagenchauffeurs beschikbaar. Het had geen slechter moment kunnen zijn, omdat we dus nog aan het herstellen zijn van de disrupties door de corona, met de oorlog, waar dat dus die sector nu enorm gevraagd wordt voor granen te transporteren, maar ook dus voor kolen, want oude kolencentrales worden terug opgestart, dus voorraad steenkool moet gebracht worden. En net op dat moment mogen die schepen eigenlijk, of kunnen die schepen, minder lading vervoeren. De Vlaamse Belastingdienst is met mobiele controles begonnen om emissiefraude bij vrachtwagens op te sporen. Met twee sniffercars gebeurt dat, snuffelvoertuigen zeg maar, die al rijdend kunnen meten of een truck te veel uitstoot. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat gemiddeld 10% van de vrachtwagens niet in orde is. Start de meting. De nieuwe snifferauto's van de Vlaamse Belastingdienst hebben hoogtechnologische apparatuur aan boord die de uitlaatgassen meten. Voelsprieten vooraan zuigen de uitlaatgassen op. Als er een verdachte meting is, dan wordt het voertuig uit het verkeer gehaald voor verdere controle. Zo doen we controle op emissiesystemen. Eigenlijk zijn er twee belangrijke redenen waarom we dit doen. En dat is in de eerste plaats inderdaad milieuredenen. Iedereen wil propere lucht. De laatste jaren is ons vrachtverkeer of vrachtvervoer ook al veel properder geworden. Maar dat is dankzij dergelijke maatregelen. Dan moeten we die ook afdwingen. Maar een tweede reden is vooral ook ja, iedereen gelijk voor de wet. Een heel groot deel van ons vrachtvervoer is uitbesteed aan buitenlandse ondernemingen. En we gaan iedereen controleren om te zorgen dat iedereen zich aan diezelfde regels houdt. Uit de eerste metingen blijkt nu dat 10% niet in orde is. In de meeste gevallen gaat het om AdBlue-fraude. Een additief dat ervoor zorgt dat vrachtwagens minder uitstoten. Gebruik je het niet, dan bespaar je duizenden euro's per jaar. Als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk om twee redenen aan het frauderen. Ten eerste, je tarief in de kilometerheffing wordt bepaald op basis van je euronorm. Daar ga je snel een 4.000, 5.000 tot 6.000 euro voordeel mee doen op jaarbasis als transporteur. Maar dan is er ook nog natuurlijk de aankoop van het AdBlue-product, wat een vrij duur product is, dat je eigenlijk niet hoeft te doen. Dus daar zit wel degelijk een belangrijk financieel voordeel aan. Moet ik even de motor aansteken? In veel gevallen wordt dan ook de boordcomputer van de vrachtwagen gemanipuleerd. Maar ook die fraude kunnen de belastingcontroleurs opsporen. Dus jullie zijn even slim als de fraudeurs? Wij proberen zo dicht mogelijk bij de les te blijven, inderdaad. En de boetes zijn ook niet mals. Te beginnen met 2.500 euro. En de vrachtwagen moet meteen in regel worden gesteld. Veel steun voor een man in Beirut, de hoofdstad van Libanon, die urenlang mensen gegijzeld hield in een bankkantoor. Hij was gewapend en dreigde zichzelf in brand te steken, niet omdat hij de bank wilde overvallen. Hij wilde gewoon aan zijn eigen spaargeld raken. Libanon zit in een hele diepe economische crisis. De overheid heeft strikte limieten opgelegd voor het opnemen van geld. En de man zegt meer nodig te hebben om de ziekenhuiskosten van zijn vader te betalen. Omstaanders proberen de gijzelnemer tot rede te brengen, maar dat lukt niet. Ruim 6 uur lang houdt hij bankmedewerkers en enkele klanten gegijzeld. Sinds 2019 al mogen Libanezen maar heel beperkte hoeveelheden geld afhalen van de bank, zodat het land niet helemaal failliet gaat. Maar er liggen ziekenhuisrekeningen om te betalen, vertelt zijn broer. De zaak toont aan hoe diep de economische crisis in Libanon is.
De Libanese munt is bijna niks meer waard. 3/4 van de bevolking leeft in armoede. Om die reden krijgt hij steun van verschillende mensen op straat. De onderhandelaars slagen erin om de man te overtuigen zich over te geven. Hij zou $30.000 van zijn spaargeld krijgen om de rekeningen te betalen. Het grondgebied van de kerncentrale van Zaporozhye is opnieuw beschoten met artillerie. Dat zeggen zowel de Oekraïnse uitbater als de Russische bezettingsautoriteiten. Maar de strijdende partijen beschuldigen elkaar wel, net als bij 2 eerdere beschietingen vorige week. De grootste kerncentrale van Europa, sinds maart in handen van de Russen, ligt op de frontlijn en de beschietingen zorgen voor veel ongerustheid. VN-secretaris-generaal Guterres heeft opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met alle militaire activiteit in de buurt van de centrale. En op de Krim ondertussen hebben de explosies eergisteren op een Russisch militair vliegveld zeker 8 gevechtsvliegtuigen vernield. Dat is te zien op Amerikaanse satellietfoto's. De luchtmachtbasis ligt in de buurt van Novofjodorovka op meer dan 200 kilometer van de frontlijn. Rusland had eerder gezegd dat er munitie ontploft was en dat er geen schade was aan militair materieel. De explosies vorige dinsdag op de luchtmachtbasis in de buurt van Novofjodorovka waren bijzonder krachtig. Opnieuw Amerikaanse satellietbeelden is nu te zien dat er grote schade is op de basis. Er zijn zeker 3 inslagkraters merkbaar. En minstens 8 gevechtsvliegtuigen zijn uitgebrand of zwaar beschadigd. Een bijzonder zwaar verlies voor Rusland. Deze korte video toont het wrak van een Su-24. Rusland had na de explosie schade aan gevechtsvliegtuigen nog ontkend. Oekraïne heeft officieel de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist, maar laat wel verstaan dat het achter de ontploffingen zit. Intussen zorgen die voor een paniekreactie onder de vele Russische toeristen op de Krim. Er staan nog altijd lange files voor de brug naar het Russische vasteland. Veel toeristen kiezen blijkbaar het hazenpad, nu de oorlog ook voelbaar wordt op het door Rusland geannexeerde Oekraïnse schiereiland. Na de sport serveer ik nog mosselen. Maar het zullen kleintjes zijn, want het zeewater is zo warm dat de mosselen stoppen met groeien. Dag Aster, eerst sport met op jouw menu het Koning Boudewijn Stadion, denk ik. Ja, inderdaad. Krijgt een opfrissing. Een opfrissing, inderdaad. Volgend jaar in 2023. Dan krijgt ons nationale stadion nog eens een opknapbeurt. De stad Brussel heeft daarvoor geld vrijgemaakt, zo'n 6 miljoen euro. Verwacht wel geen extreme makeover, geen totaal renovatie, maar zie het eerder als een heel beperkte facelift. Eentje die volgens de Europese Voetbalbond UEFA wel dringend nodig was. Het is toch alweer een hele poos geleden dat het Koning Boudewijn Stadion nog eens een grondige opfrisbeurt kreeg. De laatste keer dat het Koning Boudewijn Stadion nog eens grondig gerenoveerd werd, was voor het EK voetbal in 2000. Maar nu investeert de stad Brussel dus nog eens 6 miljoen euro. Dat betekent ongeveer 3 miljoen voor de zitjes. Het is heel veel werk. Hè. Er zijn heel veel zitjes. 50.000 zitjes. 2 de kleedkamers en de perszaal in de tribune 1. En de piste voor de Memorial van Damme. Het is 2 miljoen. De Voetbalbond is blij met de aanpassingen. Want door de renovatie zullen er weer Europese finales gespeeld kunnen worden op de Heizel. We bedanken de stad Brussel. Sowieso zijn we zeer tevreden. Want onze ambitie is om de eindronde van de Nations League te kunnen organiseren. Dus op de dag is het zeker goed nieuws. Die vindt plaats eind juni volgend jaar. Dan moet de renovatie klaar zijn. De voorbije jaren lagen er plannen op tafel voor een nieuw stadion of een totaalrenovatie. Maar het blijft dus bij oplapwerk. Het is niet natuurlijk een totale renovatie van de Koning Boudewijn Stadion. Dat kost heel veel geld. En België heeft andere dingen te doen met dit geld, dankzij met de coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Meer is op dit moment niet mogelijk, zegt u. Ik denk dat er andere uitdagingen zijn.
Marokko, tegenstander van de Rode Duivels op het WK later dit jaar, krijgt een nieuwe bondscoach. De huidige is namelijk ontslagen. Fahit Halilhodžić was sinds augustus 2019 aan de slag bij Marokko. Maar 3 jaar later is het dus einde verhaal voor de 70-jarige Bosnier. Hij lag al een tijdje in de clinch met enkele spelers, onder meer ster Hakim Ziyech van Chelsea, die niet langer welkom was. En zo kunnen we toch van een WK-vloek spreken voor Halilhodžić, want het is de 3e keer dat hij zich plaatst voor het WK. En de 3e keer dat hij op het nippertje wordt ontslagen. Pijnlijk. De eerste Europese voetbaltrofee van het seizoen dan, die is gisteravond uitgereikt. En hij was voor de meest succesvolle club in Europa aller tijden. Real Madrid. Real heeft gisteravond de Europese Supercup gewonnen. Een prestigeduel toch eerder tussen de winnaar van de Champions League, Real, en de winnaar van de Europa League. Dat is Eintracht Frankfurt. 2-0 werd het in Helsinki. Bij Real zagen we opnieuw een goede Courtois. Eden Hazard die kwam niet van de bank. Benzema en Courtois op zoek naar nog een beker voor Real, deze Supercup. Courtois moet meteen opletten. Balverlies van Real en zo komt Camarda oog in oog met de Belg. Maar zo klop je Courtois niet. Er komt snel een antwoord van de koninklijke. Goeie paas, tikje opzij dan van Benzema. Maar nog gered voor de lijn door Tuta. De doelman moet zijn ploegmaat bedanken. Het is een rustige helft. Deze hoekschop kopt Benzema door. En dan is het uiteindelijk Alaba met de 1-0. Goed gedaan ook van Casemiro. Na de rust blijft Real baas. Vinicius met de voorzet en Benzema werkt dan in één tijd af. Wie anders dan de Fransman zet de eindcijfers vast. Real wint zijn eerste prijs van het seizoen na vooral een prima tweede helft. En después, el primer gol de Alaba, el partido... lo hemos controlado bien, lo hemos arriesgado. Tengo que destacar que seguimos siendo muy sólido atrás. Esto es muy bueno. Las últimas 3 finales jugadas hemos tenido la portería 0. Esto es un señal muy positivo. Een pluim op de hoed van Courtois. Eden Hazard kwam niet van de bank en ging met wat tegenzin zijn medaille halen. België is een wereldkampioen rijker. Tim Seelen heeft op het WK Paracycling in Canada de tijdrit gewonnen. Het parcours van zo'n 19 kilometer, met onder andere een stevige klim, was hij 45 seconden sneller dan de nummer 2. Een eerste wereldtitel voor de Belgische ploeg dus. Zaterdag rijdt Seelen ook nog de wegrit. Op het EK zwemmen in Rome hebben Valentin Dumont en Roos van Otterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Dumont zwom de 10e tijd in de halve finale, niet genoeg voor een finale plaats. En datzelfde geldt eigenlijk voor de piepjonge Roos van Otterdijk, 17 jaar nog maar, zij zwom de 13e tijd. En ook op de Europese kampioenschappen in München zijn er al een aantal Belgen in actie gekomen. De roeiers van de dubbel 4 bijvoorbeeld, hier onderaan in beeld, hebben zich geplaatst voor de halve finale. Het kwartet Brijs, Mercier, Lemmelijn en Klaes werd 3e in hun reeks. De halve finale vindt morgen voormiddag plaats. Nog op het EK proberen de Belgische turnvrouwen zich momenteel te plaatsen voor de teamfinale. Ze begonnen daarnet aan de brug met ongelijke leggers, het favoriete toestel van Nina Derwaal, maar zij neemt niet deel. Wel van de partij onder andere Jutta Verkest. Zij deed het al goed op de balk. Alleen de 8 beste teams kunnen zich plaatsen voor de finale. Nog even wachten of de Belgen daarbij zijn. Dus. En wie dus niet kan meedoen aan het EK-turnen is Nina Derwaal. De gouden medaille van Tokio voelt zich niet klaar voor het EK en bereidt zich verder voor op het WK in Liverpool eind oktober. We krijgen Derwaal dus niet te zien in München, maar wel te horen. Want ze is voor Sportza momenteel aan de slag als co-commentator. En dat is toch ook best spannend, zegt ze. Goedemorgen, van harte welkom vanuit de Olympiahalle in München voor de European Championships. En naast mij zit Nina Derwaal, niet mee aan het turnen, maar naast mij om commentaar te geven. Hoe gaat het met jou, Nina? Ja, het gaat goed met mij. Het is ineens een verandering van beeld voor mij wel. Nina Derwaal, voor 1 keer niet strijdend om de medailles, maar in de perstribune. Al kan ook commentaar geven stresserend zijn. Beetje spannend, want ik heb al 1 keer de balkfinale meegedaan op het WK in Stuttgart. Maar ik heb nog nooit commentaar moeten geven als mijn team zelf bezig is. Dus ik denk dat dat het interessantste gaat worden. Want normaal gezien sta ik daar echt zo... terwijl dat die oefeningen bezig zijn. Maar ja, dat ga ik nu niet kunnen doen. Derwaal nam na haar gouden medaille op de Spelen vorige zomer een lange rustpauze om de batterijen op te laden.
Sinds enkele maanden is ze weer intensief aan het trainen, maar het EK kwam te vroeg. Aan het WK in Liverpool eind oktober neemt ze wel deel. Het is niet simpel om terug echt op niveau te geraken. Maar zoals ik zei, elke dag een beetje beter. Elke week merk ik wel dat ik vooruitgang boek. Dus dat is wel nog het leuke. Maar het gaat toch doorwerken worden, want het gaat er snel aankomen. En ook al doet ze hier in München niet mee, ze is hier graag. Ik ben heel blij ook gewoon van hier te zijn en van mijn steun te kunnen geven aan het team. En toch ook zo een beetje bij hun te zijn, al doe ik zelf niet mee. Eindigen doen we met een wereldrecord in het water. De Fransman Arnaud Gérald heeft namelijk het record freediven gebroken. Freediven, dat is duiken zonder zuurstofflessen. De 26-jarige Gérald dook naar een diepte van maar liefst 120 meter. Hij bleef in totaal 3 minuten en 34 seconden onder water. Daarmee brak de Fransman zijn eigen wereldrecord van 119 meter. Gérald vestigde het record in een discipline waarbij freedivers met twee zwemvliezen langs een verticale lijn omlaag duiken en op eigen kracht weer omhoog zwemmen. Het is, zoals ik vanmiddag eigenlijk ook zei, letterlijk adembenemend. Maar hij heeft het gehaald en het record is gesneuveld. Dus proficiat. Ongelooflijk wel. Ja. We gaan nog wat in zee blijven. Dankjewel, Aster. De temperatuur van het zeewater is vrij hoog nu, ongeveer 20,7 graden. En we verwachten in feite binnen de week dat die ongeveer 21,5 graden warm zal zijn. Om een duik te nemen in zee is het fijn dat warmere water, maar mosselen houden er niet van. Ze groeien niet in warm water. En dat is nog niet zo'n groot probleem voor één zomer. Maar door de opwarming van de aarde warmt ook de zee op. En dat zullen we in de toekomst wel degelijk merken aan dat potje mosselen waar velen van ons zo gek op zijn. Dankjewel. Smakelijk eten. Deze blauwe mosselen die zijn dood, want die zijn gestoomd natuurlijk. Maar de ideale zeetemperatuur voor mosselen is tussen de 5 en de 19 à 20 graden. De zee is warmer deze dagen, is boven de 20 graden. En dat is eigenlijk slecht nieuws voor die mosselen. Naarmate de temperatuur warmer wordt, gaan die sneller groeien en ook sneller reproduceren. Maar eenmaal een drempel overschreden wordt, bij de blauwe mossel is dat 20 graden, dan gaat die in een soort stresstoestand komen. En dan gaan er andere processen ten voordele gaan van de groei en de reproductie. Voor de kust van Nieuwpoort kweekt Colruyt sinds kort mosselen in een onderwaterboerderij. En er is daar ook een soort zeelaboratorium waar mosselen bestudeerd worden. Nu, die mosselen die kunnen wel wat hebben. Maar te veel extreme temperaturen, ook in de herfst en de winter, zouden wel eens kunnen zorgen voor een latere oogst of voor kleinere mosselen. Door de klimaatverandering is de Noordzee steeds vaker te warm. Maar ook de natuur zit niet stil. Intussen is er een Spaanse mossel op weg naar hier die wel tegen de warmte kan. De Haloprovincialis, dat is de Spaanse mossel. Die leeft normaal in de Middellandse Zee. Die is nu rond Spanje en Portugal naar het noorden aan het optrekken. En in de Hoof van Biscayen, daar zie je dat er al hybrides optreden. Dus kruisingen tussen de Spaanse mossel en onze blauwe mossel. En mogelijk duikt die mossel binnenkort ook op hier voor onze Belgische kust. Dag 3 van de hittegolf zit er bijna op. In het binnenland was het op de meeste plaatsen meer dan 30 graden vandaag. Vannacht blijft die warmte nog lang hangen. Tegen de ochtend koelt het af naar minima tussen 20 en 14 graden. Morgen dan opnieuw heel zonnig weer en tropische hitte tot 34 graden kan het gaan. Aan de kust kan een zeebries wel wat afkoeling brengen. Maar eerst gaan we dus die zwoele nacht in. Wie niet kan slapen, die kan ik Riad Bari zeker aanbevelen. Rond 11:15 straks is hij er met het Laatjournaal. Voor hier en nu zijn we helemaal rond. Van harte dank voor het kijken. Tot ziens.